voor iedereen. We staan nu in de lift. Wat hebben we net gedaan, Julius? Ontbijten. Ontbijten? Ontbijten. 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 En hier komen weer enkele beelden in beeld. Wat gaan we nu doen? We gaan naar onze kamer. Ja, weet je ons kamernummer nog? Ja. Oké, dan is het goed. En kijk hoe mooi het is. Kijk. Ja, tuurlijk weet ik dat. Dit is het uitzicht wat wij zien. En hier is Julius. En nu gaan we weer naar onze kamer. Deze weg gaan jullie echt nog vaak zien in onze vlog, denk ik. En daar is het zee. Kijk hoe mooi. Oh my god, het is hier zo mooi. Het is hier ook echt super warm. Hè. Het is nog maar 9 uur 's ochtends, misschien nog net niet 9 uur. En het is echt al kei warm. Ik ga mijn mama's krap doen. Hè. We zitten toch boven. Oh ja. Dus het maakt niet zoveel uit. En hier is onze kamer. We zijn er. Oké, we hebben dus een zwemkruif aan, want we gaan zwemmen zo meteen. Maar eerst gaan we eens kijken. Gaan we stiekem ook naar boven en naar andere dingen kijken? We kunnen gewoon de lift pakken, want we mogen verkennen van onze ouders. Of ja, van papa. Wow, ik zie jullie echt. Hier eindigt het volgens mij. Nee, we kunnen naar huis. Gaan we balkon kijken? En hier zijn nog niet trappen. Zijn hier trappen? Nee. Ja, we kunnen naar boven. Oh my god, hoe cool. Hier zijn wij nu. Oh, ik ben echt bang voor die trappen. Trek, laat ik zo'n slipper op de grond vallen. We gaan het een beetje verkennen, want eigenlijk... We zijn alleen nog maar naar beneden gegaan en nog niet naar boven. Dus... Oh. Ja. Oh, dit is iemand van mij. Dank je. Waar zijn wij? Was dat naar boven? Ja, maar moet je daarvoor betalen. En waar zijn wij? Wat is het? Ik denk dat niet. Hier is een sauna. Hier is een massage. Hier is een massage. Dat is een wellness. Oké. We gaan terug naar onder. We gaan verder ontdekken. Oké, we zijn dus weer op de plaats. Waar ons, op de verdieping waar ons hotelkamer is. En we gaan nu gewoon de lift nemen. Want daar staan zo'n bordjes op waar we naartoe moeten gaan. En dat is misschien handiger. Want anders gaan we echt verdwalen. Ja. Dus hier zijn de liften weer. En jullie staan net zo dat bordje voor. Hey, onze liften zag er toch anders uit? Hé? Hé, dat is keihard, man. Dit is wel onze verdieping. Hé, jullie. Oké, wacht. Dat is eng. Oké, we gaan gewoon boven beginnen. Bij 11, jacuzzi, maar daar mogen we niet zomaar in. Oei. Want je moet daarvoor betalen. Oei. En wat hebben we dan? Wellness, sauna, FKK, terras. Gym, gaat ze ook naar de gym kijken en zo. Ja, we weten trouwens niet voor wat FFK bestaat. En je hebt ook, voor wat dan? Geen idee. En je hebt ook een speelruimte, die kunnen we ook laten zien. Dat is nu jacuzzi, oké. Okay. Jacuzzi is hier links. Hier staat ze op. Hier is het anders. Oh, is hier staat een pilaar ertussen. Oh. We zijn nu op het hoogste. We zijn nu trouwens op het hoogste verdieping. Oh, hier mogen mensen met hoofd. Oh, oh my god, ik viel er zo naar geliefd. Ja, ik verschrok mij. Oh, dat is kijk, wel mooi. Kijk even hoe hoog het hier is. Het is wel kei cool. Oké, dus we gaan natuurlijk naar de jacuzzi. Kijk hoeveel hotelkamers er zijn, jullie. Ja, juist. Ja, oké, we weten niet waar de jacuzzi is, dus we gaan hier weg. We zijn een beetje verdwaald. En dit is gewoon net het weer op, echt eng. Maar we gaan nu dus een andere verdieping zoeken. En nu een verdieping lager. En waar ging we alweer dan? Even. Oké, goed. Ook omwacht. Of ja, we gaan met de trap. Oké, we gaan nu gewoon de trap nemen. Oké. Wat was er op deze verdieping te doen? Ah ja, maar de wellness konden we niet naartoe gaan. Ja, maar daar kwam er ik niet vandaan. Maar dat... Ja, oké, maar ik denk niet dat er iets speciaals is. Ah, hier is een planning. Ja, daar snap ik niet zoveel van. Ja, inderdaad. Oké, we weten echt niet wat we aan het zoeken zijn. Maar jullie zullen kijken naar de fitness vinden. Dus dan moet je die even zoeken. Maar we weten niet waar die is. Hier. Die plaatjes kloppen niet fatsoenlijk. Ah ja, hier staat fitness op. Kan dat? Oké. Kijk, hier staat een plaatje op. Het gaat nu naar rechts. En hopelijk... Ja, hopelijk komen niemand tegen. Jullie zijn echt creepy. Als we zo ineens iemand tegenkomen. En kijk, dit uitzicht is ook echt wel mooi met dat zwembad daar. Zo. Kijk hoe groot het is. En jullie zitten fitness gevonden.
Oké. Maar mogen we er zo naartoe gaan? Oké, we hebben die wel gevonden. Maar we zullen wel... Wacht, hier staat een bordje. Oké. Dat gaan we nu niet doen, denk ik. Ik ga hier even niet doen, want ik heb slippers aan. Dus ik heb toch niet. Ja, dat is niet handig, maar we hebben hem gevonden. Op welke verdieping staat hij eigenlijk, Willis? Eén op boven ons. Oké, dan. Top. Maar hier zijn, er staat ook overal dat er terrasjes zijn hier, maar ik zie hier geen terrasjes. Maar, wow, kijk dit uitzicht gewoon mooi. Oké, kijk, hier staat lekker een terras. Oei, dat is nu dit terras, Willis. Dit is een nudiste terras en dit is een FKK terras, maar ik weet niet wat dat betekent. Wat is een nudist? Een persoon die naakt is. Oh nee, we gaan hier meer toe. Maar is dat een ander restaurant zoek, want het is nou een FK restaurant, hè? Ja, maar maakt niet uit. We gaan echt naar een nudiste. Nee, het is open. Dan 7, maar daar is niks. 4 receptie. Oké. Ja. Dat is weer interessant hier. Want dit is dan een hotelkamer. Dit is ook perfect in het midden van de hotelkamer. Ja, het is ook chill. Kijk, hier liggen allemaal informatie. Reception en exit. Kijk, hier moeten we naartoe. Hier is nog een fitness. Tea time! Hier is nog een fitness, hè? Waar? Dat wordt toch nog. Oké. Salon. Snackbar, salon. Kom maar door. Salon de juice. Hier is ook een kapper, hè? Gaan we die zoeken? Waarschijnlijk is Waar is dat naartoe? Oh, maar jawel, dat is hier. Oké, we komen hier naar het zwembad. Nee, dat doen we straks. Gaan we eerst naar het zwembad? Nee. Ik kom zo. Nee. Nee, mag toch niet? Oké, we gaan naar het zwembad. Het is onderzet 3, hè? Toch? Ja. Maar waar waren een beetje foutjes? Nee, we wouden bij de receptie. Nee, we wouden helemaal niet bij de receptie kijken. Dat zijn wat. Maar toen kwamen we bij de receptie uit. Oké. We kunnen straks ook naar de zwembadzone en zo. Hè. We kunnen straks kijken. We gaan het straks verder onderzoeken. Maar nu zijn we bij het zwembad. En gaan we de rest zoeken. Dus ja, top. Yes. Hoi iedereen. We hebben net lekker gezwommen. En we hebben gespeeld in de speelruimte. En we gaan ons nu omkleden. Want mijn haar ziet er niet uit. Ik ben ook in de vlog. Eerst Nathan. Nee. En dan gaan we nu tennissen. Dus we gaan ons eerst omkleden en dan gaan we tennissen. En we nemen nu weer mee. Yay. We hebben ons net omgekleed en dan nu het tennisraket vragen in het Engels. En mijn Engels is echt prachtig, want dan weet je dus ook hoe prachtig dat is. Dus ja, ik zal het misschien beter niet vragen. Dus mag het vragen voor mij. Want ja. Ik ben er echt heel goed in, maar toch, dan kan ik het gewoon niet. Ik kan het ook niet, maar ik kan het proberen. Oké, dus dat gaan we nu doen. We zijn lui mensen, dus we gaan zitten. Wow, wat is dat geluid? Ik druk de tikkel. Oké, we zijn net aan de receptie geweest. En we moesten blijkbaar tennisraketten reserveren. Heel goed doe eigenlijk. Maar we hebben nu gereserveerd, dus we kunnen die straks gaan afhalen. Dus dat stoppen. Ja. En nu zijn we hier op de speelruimte. We zullen jullie een beter beeld laten zien hoe het eruit ziet. Het is echt wel gezellig, maar voor zoveel dingen moet je betalen. Echt niet normaal. Zo 1 euro of zo, dat is wel een beetje de set. Maar dit is een pool, een betangbaan. Hoe noemt je dit? Dit is ook een specifieke naam, maar ik weet niet hoe dat noemt. Sjoeken of zoiets. Ja, ja dat. Jullie kan het voordoen aan jullie, want jullie zijn echt een pro in. Wacht, we zullen het laten zien hoe goed jullie erin is. Wacht hè, ja doe maar. Ja, slecht hè, ik zie het. Oké, okay, dus zo werkt dit spel. Dan heb je dat. Daar is Julius echt heel goed in. En dat daar. Hé Julius? Ja, nu ben ik wel een. Daar is Julius goed in. Ik weet niet hoe dat noemt. Maar dat is wel leuk. Julius doet dit voor. Julius gaat het demonstreren. Kijk dat. Dat is echt heel moeilijk. Dus zo werkt dan dit spel. Dan heb je daar een pooltafel, maar ja, iedereen weet al hoe dit werkt. Daarachter, hoe noemt je dat ook? Airhockey, maar dat weet ook wel iedereen hoe dat werkt. En dan staat er ergens een pingpongtafel. En dan daar staat het tennisbelveld. Het is super groot. Ja, dat gaan we straks doen. En dan staat daar een bord met alle activiteiten. Oké, dus hier hangt zo'n bord. Met alles. Dan was dat de speelruimte. En hier is Nathan. Wil je ook iets zeggen tegen de kijkertjes?
Spaghetti Bolognese. Laten we lekker met die poes toch gaan spelen. Ik weet niet wat ik bied. Ik zei Nathan. Ik zeg gewoon die poes. Nathan, wil je een spelletje spelen met mij? Welke spel? Wat wil je graag doen? We gaan op Lurix doen. Oké, Nathan moet er nog heel even over nadenken. Oké, we zijn net naar de gym gegaan. Er gaat nu een pijn heeft gedaan hier. Niemand. Ja, maar ik leef. Jij hebt pijn gedaan. De machine heeft je pijn gedaan. Ja, maar jij hebt die machine zo hard gezet. En toen ben ik op mijn knie gevallen. Hier zit dat niet goed. En die is aan mijn knie beschaafd. Hè. En dan moesten we naar de receptie gaan. En moest je gaan uitleggen voor ons ontsmettingsmiddel. Maar ik kon dat dus niet uitleggen. Uiteindelijk heb ik het gekregen. Maar dat pikt zo fel. Dus we gaan nu gewoon even... Ja, nu niet meer, maar toen wel. En we gaan nu even terug naar onze ouders. Dus ja. We zijn al even verder. Ik heb vandaag ik heb niet echt heel veel gedaan. Ik heb geschild. Ja, dus een beetje gewoon gerust enzovoort. Dus we hebben onze kamer gepoetst en we hebben ook tennis gespeeld. Het was echt heel vermoeiend, want de zon scheen zo recht in ons gezicht. En het was kei warm. En nu gaan we lekker warme wafels eten bij de bar. We hebben net een heerlijke wafel gegeten, die was super lekker. Maar ik ga denk ik hier bij de vlog al afsluiten, want vandaag gaan we niet meer heel veel doen. Alleen nog eten en een mooi beetje rusten. En misschien een Halloween party hier in het hotel zelf. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie binnenkort terug. Doei!